Goedemorgen, we zijn in Almere. En waarom zijn we hier? We zijn hier voor de derde keer alweer dat we met Herbalife gaan trainen voor de Strong Viking. Nou, de eerste keer was eigenlijk een evenement. We zijn bij Tough Ground en dat is eigenlijk wel een mooi concept. Ik heb net de WOD al gezien, oftewel de Workout of the Day. En die ziet er super pittig uit. En er was zelfs een penalty met 30 burpee pull-ups. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. En als ik van de oefening nog nooit gehoord heb, begin ik al een beetje bang te worden. En eigenlijk is Tough Ground best wel een uniek concept. Alleen daar ga ik je later meer over vertellen samen met de eigenaar. En die gaat ons dadelijk een training geven. En de rest is al binnen. Die zijn allemaal nog een beetje gezellig aan het doen. Ik denk bang voor wat er komen gaat. Want volgende week is namelijk de Strong Viking Run. Al moet ik de 19 kilometer lopen. En we hebben nog een team voor de 13 en de 7 kilometer. Dus dat is pittig. Dus laten we maar naar binnen gaan. Let's go! Nou, dit is de before. We hebben net de workout gezien en ik denk dat mijn eten eruit komt. Ik denk dat het heel zwaar gaat worden. En ik ben nog benieuwder naar volgende week. Maar ik heb zo de reacties een beetje gepeild en ik denk dat het pittig gaat worden. Kijk maar, iedereen staat nou heel ongemakkelijk een beetje te lachen. Vorige keer hebben jullie Rens al gezien, toen hij vertelde eigenlijk wat voor supplementen dat hij gebruikte. Vandaag ga ik eventjes vragen hoe het naar mij ging. Vond je het tof? Ik vond het dik. Tuurlijk, trainen is altijd leuk. Ik hou van trainen. En jezelf een beetje uitdagen, de grenzen opzoeken. Dus je hebt hier ook gewoon met mensen op je rug geshowt, toch? Nou ja, gewoon zo in mijn nek en gewoon rennen als een gek. En gewoon volle gas. Ging goed. Hij is wel blij dat ik niet op zijn nek zat. Ja, we zouden eerst een duootje zijn, maar I got dumped. Dus ja, nou, ik vond Rens ging wel heel erg hard inderdaad. En Rens is ook al een tijdje bezig eigenlijk met deze campagne. Voel je je al fitter dan 2 maanden geleden? We zijn nu denk ik 2 maanden bezig. Ja, tuurlijk. Je bent 2 maanden aan het trainen. Je traint ook met een doel, dus je weet wel wat er te wachten staat. Dus je switcht je trainingsschema een beetje om. Ik zie je ook wel elke dag 's ochtends vroeg. Trainen, goed met je voeding bezig. Ja. Nou ja, gewoon, weet je wel, als je de supplementen ook gebruikt die we van Herbalife krijgen, dan ga je natuurlijk ook wel gewoon daarnaast nog beter op je eten letten. Dus niet dat jij een hamburger gaat eten en dan daarnaast een eiwitshake. Dan wil je natuurlijk ook gewoon de dag helemaal goed doorkomen en gewoon op alle details letten. Dus jij hebt nu het gevoel, volgende week zaterdag, dan gaan we er tegenaan. En die 19 kilometer. 19 kilometer. Rens zou eigenlijk de 13 lopen. En dat vond hij al pittig en toen zei hij, we doen wel de 19. Ja. Dus Rens en ik gaan samen met Josje, waar we net mee spraken, ook de 19 doen. Met René, dat is ons team. En Bastiaan. Sorry Bastiaan, bijna vergeten. Bastiaan was vandaag niet, die vond het bruiloft belangrijker. Dus vandaar wat ook belangrijker is. Laten we ervoor gaan. Lekker grap. Fijn event. Ik sta hier met mijn coach. Mijn coachin. Mag je dat zo noemen? Vrouwelijke coach. Ja, coachin. Maak ik er gewoon van. En zij heeft mij de afgelopen tijd begeleid. En ik heb eigenlijk nog een vraagje om de laatste week door te komen. Of misschien wel na de run. We gaan natuurlijk zondag, zaterdag. En zaterdag is de run. Ja. En ik ga 19 kilometer doen. Tenminste, daar mikken we op. En dat gaan we ook doen, toch? Ja. Gaan we volhouden. Dan zit ik een beetje te denken, wat ga ik nou in die dagen daarvoor doen qua voeding? Heb jij dan nog tips of voor de run, tijdens de run, na de run? Ja, ik zou vooral geen extreme workout meer doen. Nee, niet de dagen, niet een paar dagen daarvoor. Ja. Maar ja, want dan herstel je natuurlijk. Mm-hmm. En wat ik zou doen is heel veel water drinken van tevoren en die hydrate gebruiken, zodat je heel goed gehydrateerd aan de start staat. Dan kan je echt verschil van merken. En wat ik heel handig vind, dat heb ik al een paar keer dat ik dacht, oh, dat had ik beter moeten doen, is een plastic flesje met CL7 erin en meenemen naar de start. Dan kun je hem gewoon weggooien. Dat je hem nog net voor de start even kunt drinken.
gebruikt. En waar is CR7 precies voor? Sowieso omdat je daardoor ook goed gehydrateerd wordt door de elektrolyten die erin zitten. Maar ook de brandstof, de glucose die erin zitten. Zorgt voor meer aandacht. En die CR7, daar hebben we eerder al een keer een review over geschreven. Dus die zetten we wel even in de beschrijving. Dan kunnen jullie die ook nog lezen. En ik denk dat ik daar niet te veel mee ga doen deze week. Morgen alleen voetbal. Nu kan het nog wel, maar geen dag van tevoren. Nee, dan ga ik geen schouders trainen. Dat wilde ik eigenlijk gisteren doen. Dat dacht ik even schouders trainen een dag voor zo'n workout. Maar dat was denk ik niet heel slim geweest. Gisteren een beetje cardio gedaan. En voldoende koolhydraten eten. Oh, maar dat komt meestal wel. Dus pizza of zo. Mag dat dan? Pizza? Nee, geen pizza. Pasta. Niet te zwaar. Ja, pasta zou beter. Pasta. Nou, dan gaan we aan de pasta. Nou, we staan hier met Anne. Die kennen jullie uit de eerste video. Ik vind sterke vrouwen best aantrekkelijk. Maar als ze 10 keer meer gewicht tillen dan Rens en ik bij elkaar, dan word je toch een beetje bang. Anne, die... Anne, wat zullen we zeggen? Jij bent ongeveer sterker dan alle mannen die hier rondlopen. Dat is ook wel een beetje overdreven, maar het gaat goed tot nu toe. Nou, ik heb jou net een kilometer met Rens in je nek zien lopen. Ik ken niet veel mensen die Rens... Ja, het was wel een hele opgave, maar het is half gelukt, want de terugweg heeft Rens mij gedaan. Merk je nu dat jij klaar bent voor de run? Ja, alleen qua conditie en zo, dat is nog wel een dingetje, want we moesten ook net met 5 kilo in je nek, laat maar zeggen. Maar ik deed 10, dat was wel een beetje heftig, dus ik heb daarna maar 5. Ze zeiden ook, 5 is voor de dames, 10 voor de heren. Ja. En daar heb ik eigenlijk nog één vraagje. Je gaat een obstacle run ga je doen. Mm-hmm. Je bent een beetje bezig, modder, nat, zweten. En dan doe je deze outfit aan tijdens sporten. Ah, ik dacht, is wel Cassie. Hij is zo omgekleed, ik stink nog. Ja. Komt goed. Nou, we zullen maar afsluiten, want ik hoor alleen maar rare dingen. Maar Anne die doet mee met team. Hoeveel kilometer? 7 kilometer. 7 kilometer? Ja. Ik denk dat Anna ook de 19 wel had gekund, maar ze durfde niet meer aan ons team. Nee, dus, vind jou te eng. Vandaar. Nou, we zien Anne volgende week. We zien, we hebben nog één interessant ding. Dat is met de eigenaar van Tough Ground. En die video sluit dan af. Groetjes.